In het tweede debat in de serie Stemmingmakerij in Café België stonden de thema's duurzaamheid, kunst en cultuur en wijkcentra op het programma. Vier lijsttrekkers mochten in 1 minuut hun programma pitchen en werden aan de tand gevoeld, zowel persoonlijk als qua drijfveren in de politiek. GroenLinks staat voor een sociaal en duurzaam Almelo. En we willen een stad waar iedereen kan en mag meedoen in de samenleving. We willen graag dat Almelo geen energie verspilt, maar juist energie opwekt. Het motto van Almelo Centraal is deugen, dienen en durven. Deugen betekent dat een overheid die deugt. En daar gaan wij ons hart voor maken. Als de gemeente bomen kapt, dat betekent, en er zijn een zware procedure die lopen, dat betekent dat deugt niet. Dienen betekent dat wij er echt zijn voor de mensen die hier in Almelo zijn. Daarna gingen de partijen in wisselende samenstellingen in debat over wijkcentra, kunst en cultuur. Prikkelende vraag, moet de gemeente blijven betalen voor het theaterhotel? Het publiek in Café België kon daarna nader kennis maken met Arjan de Vries van de Partij van de Arbeid en Jeroen Wiertz van D66. Arjan de Vries, waarom op deze manier? Nou, de meeste mensen die hier zitten, die hebben al lang hun keus bepaald. En ik zag net al, en ook al bij de eerdere aflevering, dat er ontzettend gewauweld wordt door zo'n pitch heen. Dus ik denk, ik doe het op deze manier. Misschien heb ik aandacht. Nou ja, het heeft indruk gemaakt, want het is hier redelijk stil. Volgens mij is het vanavond nog niet zo stil geweest. Graag jullie aandacht voor Jeroen Wiertz. Ga je gang, jouw minuut gaat nu in. Dankjewel. Het gaat op heel veel punten goed met Almelo. En we krijgen weer een mooie binnenstad. Er is steeds meer werk. Maar het gaat niet met iedereen goed. En daar moeten we ook oog voor hebben. Duurzaamheid was het laatste thema waar Hans Buitenweg, GroenLinks, Eugène van Mierlo, CDA, Gesina van de Ven, SP, Alex Korte van de Minima-partij en Jeroen Wiertz, D66, over in debat gingen. Aan de orde kwamen de stellingen: Almelo moet investeren in een park met zonnepanelen. De gemeente moet meewerken aan plaatsing van een windmolen. En een gasloze woning is voor iedereen niet financieel haalbaar. Een bomvol België waar niet alleen de politiek een prominente plek in de aandacht had.